Ja, het was een hele spannende wedstrijd. Zat het in de zenuwen, die laatste wedstrijd, dat het niet zo goed lukte vandaag? Ja, het zat ze puur in het spanningsveld wat hun hadden en daar leggen ze zichzelf op. En ik heb nog wel geprobeerd donderdag en vandaag ook te proberen die spanning weg te nemen. Maar bij sommige jongens lukt dat gewoon niet. Daar zijn ze niet goed in de wedstrijd en dat is gewoon jammer. Maar wat dat betreft, de tweede helft heb ik hun dat verteld. Dat ze dus die spanning van hen af moesten gooien. En dat is hun aardig goed gelukt. Ja, het wou nog niet helemaal lukken. Iedereen had een beetje spanning in de benen. En iedereen dacht dat we er al waren. Maar ja, een beetje doorvoetballen. En uiteindelijk krijg je dan een penalty. Dan kom je 1-0 voor en dan is de pot dicht al achterin. En gelukkig hebben we dat goed over de streep getrokken. En natuurlijk zo'n doelpunt, ja, zo'n penalty, dat is fantastisch. Als je dan met 1-0 wint. Ja, het was wel een zenuwslopend op laatst, maar we hebben het over de streep getrokken. En we zijn een fantastische groep jongens heb ik, dus daar ben ik heel trots op. Met horden en stoten een aantal keren dachten we al dat we het verspeeld hadden. Weer een wedstrijdje verloren die je eigenlijk niet mag verliezen. Nou, dan doet de tegenstander precies hetzelfde. En dan de laatste wedstrijd, zo wint tegen de nummer 3, ja, geweldig. Goeie opdracht. Ik ben met 30 begonnen. Ik denk dat ik zo'n iets met 38 jaar zo'n beetje erop heb zitten. Al streden niet alleen van niet alleen. Oh god, niet alleen van PA, maar ik heb ook nog wat andere clubs gehad daartussendoor. Dus het was wel best leuk.